Er wordt volop gedraaid aan de eerste langspeelfilm van de jonge beloftevolle regisseur Hans van Nuffel. Met adem vertelt hij het aangrijpende verhaal van twee mucoviscidose patiënten die een moeizame vriendschap onderhouden tijdens hun herhaaldelijke verblijven in het ziekenhuis. Wat is dat, man? Hey! Wat is dat? Hey! 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 Adem gaat over twee mucoviscidose patiënten die elkaar leren kennen tijdens hun vele bezoeken in het ziekenhuis. Ze moeten hier regelmatig komen voor allerlei check-ups en onderzoeken. Het zijn twee jonge gasten die een soort van, laten we zeggen, moeizame vriendschapsrelatie onderhouden. Die nogal schommelt en wisselt en keert. Die ook totaal andere visie op hun ziekte hebben. En dat leidt gaandeweg tot allerlei conflicten en laten we zeggen, gedeelde ervaringen. En van waar het idee voor het verhaal? Ik liep er al geruime tijd mee rond. Ik heb mijn eindwerk ook ooit rond die problematiek gemaakt. Het einde van de rit was dat. Met Matthias die dan eigenlijk zijn eigen zelfmoord of zijn eigen euthanasie anseneerde. Dat was een jaar of 5 geleden. En ja, ik ken mensen met die ziekte. En dus ik weet hoe dat is, ik weet hoe dat voelt. Ik heb er enige ervaring mee, laten we het zo stellen. Vandaag draaien we een buitenscène, zoals je wel zult merken. Een van de weinige actiescènes in een voor de rest vrij intimistische film, denk ik. Een confrontatie tussen de twee hoofdpersonages. Twee vrienden die veel tijd doorbrengen in het ziekenhuis, die alle twee aan mucoviscidose lijden. Het personage gespeeld door Stef Aerts, die hier met zijn vrienden eigenlijk een soort van roof of overval, geen echt een overval, maar een roof pleegt op de medicijnopslagplaats van het ziekenhuis. En ik probeer dat nobel als mijn personage is, te verijdelen. Voilà. En dan ontstaat er een klein gevecht en wordt er een brandblusser leeggespoten en dat soort dingen. Tom is een adolescent, een jonge gast die dat je ziet opgroeien en ziet leren om te gaan met zijn dodelijke ziekte. De film is fijn omdat je veel draaidagen hebt en omdat je daardoor een soort van beter beeld over je personage krijgt. Het is ook een uitdaging. Het is ook niet gemakkelijk omdat natuurlijk zo één scène, daar wordt een halve dag over gedraaid. Dus na een tijd weet ook al niet meer hoe sta ik nu in deze scène of niet. Dus het wordt allemaal heel hard uit elkaar getrokken. Dus het is ook vaak een heel technische bezigheid of zo. Ja. Hoe plezant is dat eigenlijk allemaal om zo te doen? Ja, je rijdt met een Porsche en dan inderdaad een beetje die actie zo. Ja, dat is fijn. Hè. Op zo'n moment zijn een kleine jongen. Hè, zo. Dat is zo. Dat zijn niet de dingen waarom dat je het doet natuurlijk, maar dat zijn zo aangename bonussen die erbij komen. Hè. Dus ik heb alleen mijn leven eigenlijk met een Porsche willen rondrijden. Bon, nu mogen we dat eens doen, maar dat is lachen. Dus dat zijn plezante dingen, zeker. Een brandblusser in iemand anders zijn gezicht leegspuiten, dat doe ik ook niet alle dagen. Dus dat is geestig om te doen. Hè. Ondanks de bittere kou en tussen de sneeuwbuien door, zet de cast en crew hun tanden in een actiescène die er alvast veelbelovend uitziet. Als ik zeg adem, wat zeg jij dan? Zucht. Adem zal te zien zijn in alle bioscopen in het voorjaar van 2011.